In deze video laten we u zien hoe u orders kunt plaatsen in de ProRealTime Trading Platform. We beginnen met een aantal orders via de grafiek. Rechtsboven in elke grafiek ziet u de order interface. Die kunt u uitklappen. En de order interface bevat velden voor het aantal en limiet, stop en bestens orders. En laten we gewoon eens een paar orders plaatsen. Nou, we handelen hier op de DAX future. We hebben een aantal van 1. We klikken hier 1 short. We klikken op sell market en er wordt 1 contract verkocht. Als u de positie direct wilt sluiten, klikt u op het kruisje en dan wordt de positie direct gesloten. Een limietorder plaatst u als volgt. U klikt het icoontje voor de limietorder aan. U trekt hem over de grafiek. Bevindt deze limietorder zich boven de koers, dan is het automatisch een verkoop. Beweegt u hem eronder, is het automatisch een koop. Stel dat we op deze support een contract willen kopen, klikken we hem vast. En vervolgens ligt de order op de beurs. Willen we hem weer verwijderen? Klik op het kruisje, is die weg. Andersom, stoporders kan natuurlijk ook. Als we hier een stoporder plaatsen onder deze bodems, dus mocht de koers door deze bodems heen breken, dan zitten we short en dan gebruiken we het stoporder type. Als een positie loopt, kan het alsnog nuttig zijn om money management toe te passen. De OCO order is hiervoor gemaakt. Als deze nog niet is toegevoegd aan uw order interface, klik dan op de sleutel en voeg het One Cancels the Other order type toe aan uw platform. De OCO order is qua types instelbaar met verschillende order types en wij kiezen hier standaard voor stop en limiet. We nemen een short positie in. Op deze short positie willen we dan een OCO order plaatsen. We klikken het OCO order type aan. Eerst wordt de stop loss gegenereerd. We willen niet meer dan 300 euro verliezen. We klikken hem vast en daarna zetten we een target eronder. De OCO-order zorgt ervoor dat de positie die wij in bezit hebben beschermd is. En dat kunt u zien aan het OR-symbool. Op het moment dat een van de poten van de OCO-order wordt uitgevoerd, dan betekent dat automatisch de ander wordt geannuleerd en de positie is gesloten. Het is vrij eenvoudig om niveaus te verplaatsen. U pakt de order op aan de voorkant, trekt hem een beetje omhoog, u laat hem los. En de order is herplaatst op de nieuwe koers. Als u een heel klein stukje wil verplaatsen, klikt u op de prijs. Klik bijvoorbeeld een puntje of een half puntje hoger. U klikt erop en de order wordt verplaatst. Het annuleren van orders gaat ook heel eenvoudig. U ziet hier de rode kruisen. U klikt erop en de positie wordt gesloten. U kunt ook direct bij het plaatsen van de hoofdorder een gekoppelde stop- en take-profit order plaatsen. We gaan dat doen op het aandeel ASML. Om direct bij de hoofdorder conditionele stops en take profits orders te plaatsen, maken we gebruik van de icoontjes die hier rechtsboven staan in het menu. De S staat voor stoploss en de T staat voor take profit. Als u ze aanvinkt, dan worden ze geactiveerd. En bij het plaatsen van een order worden automatisch de conditionele orders bijgevoegd. Stel dat we hier short zouden willen gaan op het moment dat ASML het vorige topniveau behaalt. Dat was 22 januari. Dan gebruiken we hiervoor een verkooplimiet. We willen 200 stukken verkopen. Klik hier op de limietprijs. We gaan naar de top en klikken de order vast. Dit houdt in dat op het moment dat ASML naar 169 en een beetje stijgt, dat de 200 aandelen short gaan en dat de conditionele orders worden uitgevoerd. Met een stoploss van 5 euro per aandeel en een take profit van 15 euro per aandeel. U ziet ook in de grafiek gelijk wat het effect is. Mocht de stoploss worden aangetikt, dan verliezen we 1000 euro op de positie. Mocht de take profits worden aangetikt, dan winnen we 3000 euro per positie. Het is vrij eenvoudig om orders te verplaatsen. U pakt ze op aan de voorkant, u schuift ze op, u laat ze los. Orders annuleren via de kruisen. Dan kunt u de positie in één keer annuleren. Voor actief intraday trading kun je ook de scalp tool gebruiken. Met deze tool kun je snel in en uit de markt stappen, snel targets en stop plaatsen op een paar ticks, positie in één keer sluiten of omkeren en alle lopende orders met één klik annuleren. De scalp tool werkt volledig samen met het orderboek en de grafiek. Laten we een aantal trades plaatsen. Koop bijvoorbeeld één contract. En we zetten een take profit op 3 punten. Klik. En er is direct een order gezet. Op 308 wordt onze positie gesloten. Wacht het even af. Oké, hij is gesloten. We plaatsen nog een trade. En deze keer doen we dat via de grafiek. We gaan nu een contract short. 12, wacht het eventjes af.
En we zetten hier een OCO-order overheen om te laten zien dat, dat de systemen goed met elkaar samenwerken. Koopstop zet ik even boven. Limiet eronder. En u ziet dat deze orderlijnen direct ook in het scalp tool zichtbaar zijn, maar ook in het orderboek. Komt hij eraan, dan staat een beetje iets te ver weg. Dus we brengen hem een beetje naar beneden. 16 en deze een beetje omhoog. Ja, ziet u, dan ziet ze ook in het orderboek verschijnen. U kunt ze op meerdere plaatsen managen. Dus we kunnen ze hier weghalen of in de scalp tool. Nou, in dit geval gaan we de positie sluiten met een mooie winst. Je kunt ook direct in het orderboek je orders plaatsen. Op de groene vlakjes of de rode vlakjes zijn hotkeys. Als je daarop klikt, wordt een order geplaatst die prijs. Als een orderboek te snel beweegt, kun je ook een sneltoets toevoegen in het platform. Om het orderboek even vast te houden. U houdt de knop ingedrukt, waardoor de prijs even blijft staan. U zet uw order en u laat de knop weer los, zodat u weer kunt verder traden. Nou, dit waren een aantal manieren om orders te plaatsen in het ProDataTime Trading Platform. Mocht u vragen hebben, bel of mail ons dan gerust.